Het suikerbietenveld is sinds jaar en dag een vertrouwd beeld in het Limburgse landschap. In de jaren na de oorlog bestond de Limburgse landbouw bijna uitsluitend uit gemengde bedrijven die hun inkomsten uit de nog beperkte veehouderij moesten hebben. De komst van de suikerbiet bracht daar verandering in. De grote doorbraak in de suikerbietenteelt in Limburg kwam met de oprichting van de COVAS, de coöperatieve vereniging voor de afzet van suikerbieten. De vader van de huidige voorzitter van de COVAS, de heer Bakbier, was bij de oprichting betrokken. Nou, dat waren kleine groepjes eigenlijk. Hier Zuid-Limburg was ook zo'n groepje. Wat grotere bedrijven die wel probeerden gezamenlijk iets te doen. Maar toch niet veel. Die gingen wel een samen gesprek aan met een fabriek of om wat voor die bietenteelt te doen. Zo, dat die prijs wat, of die teelt wat interessanter werd. Maar verder kwam het niet. Er was geen gezamenlijke afzet. Dat was er niet zo lang na de oorlog, hè. 47, 46 was het eerste jaar geloof ik. In 47 is die COVAS opgericht. Op de zandgrond konden ze ook niet veel telen. En hier Limburg, de LLTB die werkte over heel Limburg en nog. Dus dat is nog steeds hetzelfde gebied. En die probeerden toch iets voor de leden te doen. En toen heeft men dat gezamenlijk aangepakt. Omdat men in het westen van het land en het noorden daar wel in die bietenteelt nogal wat zag. En toen is dat begonnen met, wat was het toen, 900 hectare, meer niet. Het was ook nog een heel slecht jaar, dus daar begonnen ze ook nog mee. Opbrengsten waren beneden de 30 ton. De manier waarop het land werd bewerkt is vandaag de dag nauwelijks voor te stellen. Handwerk en paardenkracht vormden in die tijd de basis van het boerenbedrijf. Een tractor was alleen maar voor een enkeling weggelegd. De Limburgse grond was arm aan kalk. En dat terwijl de biet zeer kalkminnend is en een hoog pH-gehalte verlangt. Om aan die kalkbehoefte van de biet te voldoen, vond er kalkbemesting plaats. Klutkalk, ken je dat? Brokkenkalk. Dat is zo uit de grond komt. Klutkalk. Heb ik natuurlijk moeten halen in de Oostrum aan de stage. Zaten die in een treinwagen, moesten dan met de riek laaien op elkaar stuwen. De vieze stofte van de kalk, ongeblust. Dan kiepte dat hier neer. 1500 kilo. Dan moest er zoveel water op. Dan moesten de knutkalk blussen, zei we. Dan werd dat poeier. Heet. Ik heb mij gezegd dat ik hem op elkaar haai. En als het een beetje onder die kreeën was, net of er water op waren net. En dan met de schub op het veld strooien, onderwerken. Dat was niet ideaal, maar ik heb het veel gedaan. Dat was de kalkvoorziening. Het bemesten was in die tijd, de 50er jaren, wat omslachtiger dan tegenwoordig. De mest werd in karren op het perceel gebracht, met de riek uitgeladen en over het land verspreid. Vervolgens werd met behulp van paardenkracht de mest in de grond geploegd. Vroeger had men eigenlijk gebrek moest men kunstmest kopen. Dus er werd natuurlijk niet te veel gekocht. En eigenlijk was dat beter voor de suikerbieten. Dus wat krappere bemesting, dan kreeg je wat hoger suikergehalte en ook betere windbaarheid. Maar naderhand, we zitten hier in een provincie met veel intensieve veehouderij. Dus mest... Gebrek was er helemaal niet, eigenlijk veel te veel. En daarvoor hebben we toch als COVAS heel wat aan die teelbegeleiding gedaan. Dus dat je daar de juiste hoeveelheid voor moet gebruiken. Het voorbewerken van het land is ook nu nog een belangrijk onderdeel van de bietenteelt. Door de mechanisatie is het paard geheel uit beeld verdwenen. Organische mest wordt niet eerst over het land verspreid, maar geïnjecteerd. De mest verdwijnt meteen de grond in, waardoor stankoverlast tot een minimum wordt beperkt. Het is noodzakelijk om tussentijds mest bij te laden. De samenwerking van Peter Kamps, bietenteler uit Venraai, met een naburig gelegen varkensbedrijf, laat het mes aan twee kanten snijden. De varkenshouder wordt geholpen zijn mestoverschot te verminderen. De bietenteler kan op betrekkelijk eenvoudige en goedkope wijze zijn land bemesten. Thank you.
Kamps zaait al tijdens het ploegen gerst. Hij doet dit met een door hem zelf ontwikkelde zaaimachine op de vorenpakker. Het pasgezaaide bietenplantje kan niet verstuiven en krijgt alle kans zich te ontwikkelen. Een moderne vorm van winderosiebestrijding die letterlijk zijn vruchten afwerpt. Vele kilogrammen meer kiemer, slecht beschermd zaad. Daar moest men het mee doen in de periode na de oorlog. De rijen waren vaak op willekeurige afstand geplaatst. Het zaaien gebeurde meestal met een nokke- of lepelrad zaaimachine. Eerst met een klein handmachientje, zaaien, de zaad. Geen precieze zaad, gewoon zoals je gekweekt werd. En zo'n jaar nou waren ze zo groot en dan moesten die rijen met de schoffel op maat strijken, op de afstand van 25, 20, 25, 30 centimeter. Dan stonden die op truisjes met 5, 6 bijeen, het veld weer afkroepen, allemaal wegplukken op hierna. Handwerk schoffelen en in een herfst één voor één uitplukken, op rijen leggen, koppen, weer met de katernijven, oplaaien, op een hoop kieperen. En dan nou werden die kroplaaien op de vrachtwagen, dat ze naar Wansen moesten. Oh, werk, 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 oh, mama toe. Ja, vroeger werd nog 12 kilogram gezaaid en dan stond dat heel dik in de rij en dat moest gedund worden. Of eerst op pollen geslagen en na de handen op de knieën werden die bieten nagekropen allemaal. Er moest nog één bietje blijven staan. Soms bleef er helemaal staan als je het niet goed deed. En nou tegenwoordig hebben ze allemaal één zaadje, dus een zaadje, daar komt één biet uit. En daar zit ook nog spullen in voor verschillende schimmelziektes wat in de grond, bodem voorkomen. Ook nog iets voor de insecten, de eerste insecten. En dat werkt uitstekend. Krijg je een mooi gekleurd pilletje en naar van hand welke zaadfirma er komt. In samenwerking met de COVAS worden er diverse rassen uitgetest. Er wordt gekeken welke ras het beste gedijt bij verschillende bodemsoorten. Het hoofd van de agrarische dienst van de COVAS, John Schoonbrood, noteert nauwkeurig welk zaad wordt gebruikt. Vervolgens zet hij een proefveld uit om tot een goed meetresultaat te komen. Inmiddels is teler Peter Kamps bezig met het plaatsen van muizenvoer. De praktijk leert dat de meeste telers tijdens het zaaien tot het plaatsen van muizenvoer overgaan. De werkzame stof wordt pas na 6 dagen actief. In feite had het muizenvoer al aanwezig moeten zijn. Ik kan me herinneren, de eerste bestrijding was voor de vergelingsziekte. En ik weet ook niet meer welk spul dat gebruikt werd. Er werd een of andere loonwerker ingeschakeld, wat toen loonwerker heette. En dan werden die te lijf gegaan. Maar je had weinig keuze in middel hoor. Dat was niet veel. Er wordt wel beweerd dat het middel erger was dan de kwaal. Al valt te begrijpen dat daar in het verleden wel eens anders over werd gedacht. Voor het spuiten worden er op de boerderij van Kamps de nodige voorbereidingen getroffen. Peter Kamps spuit volgens het zogenaamde lage doseringssysteem. Het mengsel bevat heel veel middelen, maar met een lage dosering. Er wordt dus weinig actieve stof per keer gebruikt. Het is voor de teler goedkoper en minder schadelijk voor het milieu. Het mengsel moet evenredig over het perceel worden verdeeld. Het is onmogelijk om voortdurend dezelfde snelheid te handhaven. Met zijn boordcomputer kan Kamps exact de werking van de spuitinstallatie bepalen. Aan de uiteinden van de spuitinstallatie worden schuimvlokken gevormd. Op deze manier wordt het bespoten gebied duidelijk zichtbaar afgebakend. Het is zaak om het bespoten gebied niet te overlappen. De bieten krijgen dan een overdosis beschermmiddelen te verwerken
meestal met fatale gevolgen. Het tellen van de bieten geschiedde ook in vroeger tijden. Het hoofd van de agrarische dienst van de COVAS brengt de veldopkomst van het proefveld nauwkeurig in kaart. Zo. Samen met de teler bekijkt hij de resultaten van de onkruidbestrijding en de conditie van de bodem. Het is mogelijk dat ze na overleg besluiten om nogmaals te spuiten. De tijdens het ploegen gezaaide gerst heeft zijn taak volbracht. De gerst mag zich niet verder ontwikkelen omdat het de bietenplanten benadeelt door de opname van vocht, meststoffen en licht. Ten tijde van het meerkiemig zaad waren er heel wat extra werkzaamheden te verrichten. Zo als ze uit waren, dan ging je met zo'n schoffel. Het was gewoon dat toen toch al een trekschoffel, zal ik zeggen. Dat was handwerk. Hè. Als je dan heel goed geluk had, dan was je misschien klaar met één keer te schoffelen. Maar was het weer een beetje slecht. Ja, dan was het al direct twee keer. En het was gewoon allemaal handwerk, hè, met de schoffelen. Daar was helemaal niks machinaal bij. Hè. Dat is tegenwoordig wel anders. De schoffelmachine kan zelfs zonder handkracht op de tractor worden geplaatst. Dankzij het precisiezaad is het opeenzetten niet meer aan de orde. Het schoffelen vindt normaal gesproken alleen nog plaats bij het sluiten van het gewas. Langdurige droogte maakt het inzetten van andere technische hulpmiddelen noodzakelijk. Het plaatsen van een beregeningsinstallatie vergt de nodige vakkennis van de teler. Ook hierbij speelt automatisering een belangrijke rol. Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld het uitleggen van de waterslang en het aansluiten van de koppelstukken, wordt het beregeningssysteem volledig door de computer gestuurd. Het moment waar ieder jaar weer naar wordt uitgekeken. Het rooien van de bieten. Zeker in vroeger tijden een zeer arbeidsintensief proces. Alle gezinsleden werkten mee om de bieten zo snel mogelijk van het land te krijgen. De manier waarop de bieten werden gerooid en afgestoken was voor een belangrijk deel afhankelijk van de bodemsoort. Handwerk, hè? En dan gaat alles naar de machine ervoor. Hè? Maar toen moest veel, heel veel gebeuren. Hè? Ook, dat was tegen de tijd van de bietentijd. Hè? Nou, die bieten die moesten gerooid worden, die moesten zelf met de hand uittrekken. En dan moest die met de schop afgestoken worden. En dan werd die gelaaien. Hè? Ja, dat was met de riek, allemaal op de kar. Dat was paardenkar. De machines trapten water toen nog niet. Hè? Als je dan die bietencampagne bloot, dan moest je eerst die uittrekken en naar de breien leggen. Dan waren die afgestoot met een schop. En dan moest je kloppen en dan de wagen op. En dan gingen ze dan naar, wij waren van de zuidkant van Mont, want daar gingen die naar Echt. En die van de noordkant, die gingen naar de Mont. Die reden die daar naartoe, naar het schip.
Op het proefveld bij Peter Kamps worden enkele bieten op de ouderwetse manier gerooid. Het betreft hier bieten die in het laboratorium van de COVAS in Leeuwen worden geanalyseerd. De bieten worden in speciale monsterzakken verpakt en van een label voorzien. De testresultaten worden dan automatisch aan het juiste monster gekoppeld. Tegenwoordig is voor het rooien geen grote familie nodig. Dankzij de gespecialiseerde apparatuur kan de teler het samen met een loonwerker voor elkaar krijgen. Het eerste apparaat kopt de bieten en vermaalt het loof. Het loof wordt als humuslaag over het land verspreid. De bieten liggen in een nette rij. Het tweede apparaat verzamelt de bieten. Via een transportband worden de bieten verladen naar een meerijdende tractor met kiepwagen. Bij dit oprapen wordt de nodige tarra verwijderd. De keeper deponeert de bieten aan de rand van het perceel. Hier waren hartstikke veel geen bietentelers hier in de omgeving. Ik kwam dat op. Ik zat een beetje in financiën nood, die zeggen maar in ieder geval. Ik zat op de diep bieten te kijken. Potverdorie, er zitten bieten hier. Ik heb gezegd, maar ik ken dit vak niet. Dat is toch een oordeel. Ik heb ze hier gehad, ik had de kant van de monster, ik had de kant erbij. Zo gezond. Bieten gezaaid. Uitgetrokken. Gekopt op een opgevaar. En dan komt de zaakvoerder hier van Dorp. Ik heb gekeken naar een hoop zaten op een hoop bieten. Maar wat verdorie, toen zit hij. Je hebt die niet goed gekopt. Ik ken dit vak niet. Ik had die veel te hoog gekopt. Met de groene kraag er nog aan, hoor. Oh, ik zeg, toch zeker iets, jongen. Ik kan dat niet op een eind gaan kopen, dat is een ons werk. Een hele hoop omzetten, op een eind kopen. Ja, maar dat hoeft ook niet, maar ik kreeg nog een hoop tara. En dat zullen we meteen zien. Ik heb ze zo geleverd, het was zuiver. Maar ja, een hoop tara hoor, de kopende. En dat lukt ook, mijn handwerk, dat lukt ook niet altijd voor 100%. Maar we gaan eigenlijk een goede bieten. Zoals erop, ken ik ons vaak beter. Dan koppen ze wat verder, want dat ging toch niet verloren. Dat blad en die koppen gingen ingekoeld voor het vier. Omdat je toch koevier had, dan ging niks verloren. Het vervoer naar de verlaatplaats van de COVAS wordt ruim tevoren ingepland. Met een speciale kraan wordt de opbrengst in vrachtauto's geladen. De bestuurder neemt de leveringsopdracht in ontvangst en gaat op weg naar een van de verlaatplaatsen van de COVAS. Op de laadplaats, zoals hier in Wansum, wordt met behulp van de leveringsopdracht precies bijgehouden van wie de lading afkomstig is. Het gewicht van de lading stelt men zorgvuldig vast, evenals het gewicht van de hoeveelheid losse grond. De computer slaat deze gegevens op. De garage, want die had de weegbrug daar. Hè. En dan was er een bietentareerder, die nam de monster van die kar. Hè. En vanuit werd bepaald het gehalte van de suiker. Hè. Weet niet, en via het gehalte van de suiker plus die gewicht werd uitbetaald. Hè. Dus hoe hoger de suikergehalte was, ook hoe meer geld je ervoor kreeg. Dan moesten die hier weer opladen, met de wagen wegbrengen, heb ik ook nog gedaan. Het monster nemen, dat was dan nog. Nou, dat zal tegenwoordig wel iets secuurder gebeuren, want dat monster nemen, die was de bieten, heb ik zelf nog met de wagen weggebracht. Die werden in de wagen geladen, dus een station Venlo, met een trein. En dat monster moest nemen, was een alle schoolkameraad van mij van de landbouwschool. Ik zei dat je netjes doet, hoor. Dan ben je wel een keer toe en zei, we kennen elkaar gewoon even.
Dan noemen we gewoon stukken van bieten van de wagen. Niet de beesten. Niet de kwartste, moet ik zeggen. Oh, dat is een aardig monster, denk toen niet. Ik zei, oh, klopt wel. Dat ging toen. Met een bakje neemt men twee monsters van elke lading. Er wordt een monsterkaartje aan de zak bevestigd, zodat bekend is van welke levering het monster is genomen. Deze monsters worden verzameld en vervoerd naar het laboratorium van de COVAS in Leeuwen. Ook de monsters die van de verschillende proefvelden afkomstig zijn, worden hier verzameld en geanalyseerd. De bieten worden gewogen, gewassen en nogmaals gewogen om de monstertara vast te stellen. De medewerkers koppen de bieten volgens de voorschriften. Vervolgens maken ze er brei van. De hoeveelheid brei brengt men in verhouding met de hoeveelheid water en aluminiumsulfaat. Brei en vloeistof worden gemengd en gefiltreerd. Het filtraat wordt geanalyseerd en in de computer verwerkt. Het gehalte kalium, natrium en schadelijke stikstof wordt bepaald. Het belangrijkste gegeven is vanzelfsprekend het suikergehalte. Al deze gegevens worden op de monsteruitslag vermeld en bepalen de prijs die de leverancier ontvangt. Gedurende de bietencampagne draaien de laadplaatsen van de COVAS op volle toeren. Ook het gloednieuwe, volledig geautomatiseerde laadstation in Born heeft de opstartproblemen grotendeels overwonnen. Vijftig jaar intensieve begeleiding, voorlichting en onderzoek hebben de suikerbiet tot het belangrijkste product van de Limburgse akkerbouw gemaakt. Voorlichting en onderzoek ter bevordering van de kwaliteit van het product. Kwaliteitsverbetering die vooral de teler ten goede komt. Die koven ze eigenlijk helemaal, ja, als het ter baan komt bij zaken. Het gaat erom dat de teler het goed gaat. Maar goed, als de koven goed gaat, gaat de teler meestal ook goed. Als je dan die bietencampagne bedoelt, dan moest je eerst die uittrekken en naar de breien leggen. Dan waren die afgestoomd met een schop. En dan moest je kloppen en dan de wagen op. En dan gingen ze dan naar, ja, wij waren van de zuidkant van Moon, want daar gingen die naar Echt. En die van de noordkant, die gingen naar de Moon, die reden die daar naartoe, naar het schip.